Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Classy Girls. Kleding voor meisjes met stijl. Feyenoord verliest met 0-0 bij Ajax, Ruud. Voor de tweede keer dit seizoen doet Feyenoord zichzelf ernstig tekort tegen Ajax. 180 minuten voetbal, 180 minuten sterker dan Ajax. Maar uiteindelijk 4 punten voor Amsterdam en 1 puntje voor Rotterdam. Dit is SC Rijnmond. Hartelijk welkom. Goed dat je bent. Geldt voor de chef sport van RTV Rijnmond, Ruud van Os. Voor landskampioen Peter Houtman en voor wereldkampioen Joop van Dalen. Jij zag Feyenoord vanmiddag spelen. Joop, goed gespeeld. Slecht resultaat. Rens Derksen zei daarover op Rijnmond.nl. Operatie geslaagd. Patiënt overleden. Nou, dat gaat iets te ver. Nee, het is heel duidelijk dat wij... In het scorend vermogen kwaliteit tekort komen. En dat is natuurlijk niet. Dat is nu niet vanmiddag. Dat is al in meerdere wedstrijden gebleken. Jij bent er zelfs geblesseerd van geraakt, Peter. Met mijn hand, ja. Ja. Ik sloeg één keer met mijn hand zo op de tafel. Dan ga je toch weer zo ver met die club mee. Omdat je ziet dat het aantal keren zo. Ja, je bent er zo dichtbij. En dat is op een gegeven moment bij die kans dat Kazim per ongeluk in de weg liep. Dat hij, het leek er eerst op dat hij achter de lijn was. Was het dus niet. Maar het ging voor de zoveelste keer mis. En dat op een gegeven moment, ja, daar ben je dan toch te veel voetballer voor. En nou ben je spits geweest. Ja. Met heel veel gevoel voor het doelpunt. Staat Kazim nou toevallig in de weg? Of kiest hij gewoon het verkeerde plekje? Ja, het was natuurlijk een heel ongelukkig moment voor hem. Mede ook omdat hij daarvoor in de eerste helft al een grote kijker had gehad. Die helaas niet binnenschoot. Maar op dat moment, hij zal het niet expres doen. Hij stond natuurlijk heel ongelukkig. Ik zei voor de uitzending, het was op dat moment eigenlijk de beste verdediging van Ajax. Omdat hij, per ongeluk natuurlijk, tegen hem aankreeg. Waardoor die bal wegstuitte. Want ja, normaal gesproken, Ruud zei het al eerder, Feyenoord kreeg zoveel kansen en heeft zichzelf zo tekort gedaan. 6 punten en zonder het door een Feyenoordbril te zien, had een hele normale uitslag geweest over de twee wedstrijden gezien. Toen duidelijk werd dat Feyenoord geen kampioen zou worden, zei ze, nou dan gaan we toch voor de tweede plaats. Is het nu tijd om die doelstelling weer aan te passen? Ja, nu is de doelstelling volgens mij om een Zwolle achter je te houden en derde te worden. Want de tweede plaats met die achterstand op Ajax. Ja, ik hoop dat het gaat lukken voor de Rotterdammers. Maar ik zie het zwaar in, want ik verwacht niet dat Feyenoord nu ineens in de rest van het seizoen wel gaat scoren. Tenzij er nog voor het eind van de maand nog iets bij gaat komen. Maar dat verwacht ik ook niet. Sparta heeft het net wel gevonden. Ja, dat is even wat anders. Of je Ajax 1 of Ajax 2. Maar ja, Sparta wint 6-0 op het kasteel. Daar hadden ze wel een rode kaart voor de keeper van Ajax van nodig. Na een half uur. Een keeper van jong Ajax. Maar daarna moet je het toch maar doen tegen 10 man. En dan voor de rust nog op 4-0 komen. En na de rust 6-0 van maken. Dat is een lekker thuisbegin van Alex Pastoor. En de Rijnmond derby, Joop, dus het Dordt en Excelsior, gewonnen door Dordt. Dat komt eraan, nog maar 4 puntjes ten opzichte van NAC. Ja, maar ik begreep, in de rust gaf Hoekstra commentaar op de verslaggever, ja, bij Fox. En nou drukte hij zich een beetje ongelukkig uit. Excelsior was daar niet gekomen om per se de wedstrijd te winnen. Die wilde niet verliezen. En gokte er eigenlijk op dat Dordrecht zo graag die wedstrijd wilde winnen dat ze daar de laatste 20 minuten, kwartier de boel open zouden gooien om per se 3 punten te willen halen. Maar die verkeek zich om een dieptepaas van uit de achterste lijn vandaan. Van Haddad, geloof ik, was ingevallen. Ja, maar dat was een goal eigenlijk, zoals Dordt die normaal gesproken tegenkrijgt. Ja, dat was wel een klein overtredingje, maar... Het lichaam, hè? Goed. Hij gaf hem een zetje. Hij gebruikt zijn handen goed. Ja, ja. Maar die maakte de goal en toen ging het tempo bij... Toen moest Excelsior anders gaan spelen. En toen is Dordrecht ook niet meer voor de goal geweest. Nee. Nou, we komen er straks nog op terug, maar eerst terug naar Ajax Feyenoord. Die 0-0, de reacties na afloop, te beginnen met Jordi Klaasie, die als een echte aanvoerder zijn medespelers in bescherming neemt. Nee, we moeten nu niet persoonlijk... Ik weet precies wat jullie willen horen. Jullie willen dat ik zeg dat ze een andere spit moeten halen. Maar wij zijn blij met Colin. En natuurlijk heeft hij een kans gemist, dat weet hij zelf ook. Maar hij was ook niet de enigste. En wat ik zeg, ik hoef niet persoonlijk mensen aan te gaan wijzen. Je verliest als team. En we hebben vandaag als team gefaald. Ik heb ook al een paar statistieken gezien. En ja, op basis alleen maar van statistieken kun je al zien dat wij moeten winnen. En ja, de kansen, het is weer het bekende verhaal. En ja, of daar moet heel gauw verandering in gaan komen. Je domineert en je geeft eigenlijk niks weg. Je creëert zelf de kans en dan is het zuur dat er niet eentje van ingaat. Maar er is ook weer een pluspuntje. In Rotterdam verloren deze pot en nu speel je hem gelijk. Maar
de teleurstelling overheerst wel. De meeste teams die in het eindresultaat op de ranking, ja, de meeste teams die de minste goals tegen hebben, die eindigen meestal het hoogste. Maar goed, je had vandaag een grote slag kunnen staan met een aanval die makkelijk doelpunten maakt, toch? Ja, nee, maar ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ja. Die mogelijkheden, die opties, die waren er. En we waren zelfs soms nog wat gehaast in de eerste helft. Maar de kansen die je krijgt. Maar je kan er wel uren over praten. Ja. Dat is gewoon weg. En dat maakt het wel toch des te frustrerender dat je op de ranglijst niet opschiet als je bij Vlagen zo lekker voetbalt deze competitie. Ja, maar ik frustreerd raak ik niet. Want als ik gefrustreerd raak, dan blijft dat bij mij hangen. En dan word ik een hele vervelende man. En dan ga ik helemaal allemaal vreemde dingen doen. Ik blijf meer een emotionele man. Het is heel frustrerend, omdat het ook gewoon in de meeste gevallen altijd dat puntje is wat steeds weer slecht is van onze kant. En hoe vaak je er ook op traint, ik weet niet, het is gewoon heel teleurstellend. Maar een goalgetter worden, daar kun je niet op trainen volgens mij. Nee, waarom niet? Ik denk vastigheden kleren in het afwerken, dat soort dingen, daar kun je zeker wel op trainen. 4 jaar geleden heb ik hier gespeeld, toen waren wij, vond ik, ook een stuk beter dan Ajax. Maar vandaag waren wij duidelijk bovenliggende partij en had Ajax eigenlijk vrij weinig te vertellen. Maar goed, je kan heel lang erover praten hoe goed we hebben gespeeld en hoe dominant we hebben gespeeld. Maar je staat met 1 punt en dat is te weinig. Ga ik eerst even, Peter, naar dat trainen terug. Vastigheden in de afwerking. Daar ben je ook een specialist op natuurlijk. Nou ja, het is logisch en het lijkt me ook een hele normale zaak dat Feyenoord daar genoeg aandacht aan besteedt op de training. Ik ben er ook niet altijd bij de training. Maar wat deed je zelf? Nou, Joop begon vanavond voor de uitzending over. Hij zegt, weet je het nog? Dan oefenden we vaak sowieso op het afwerken met bepaalde punten. Eerste paal gaan, tweede paal, noem maar op. Maar wat ik ook zelf heb meegemaakt, dat kan ik me nog goed herinneren, dat je vaak zelf na de training nog eens eventjes, nog even een kwartiertje, 20 minuutjes, nog eventjes die ballen af ging werken om jezelf op scherp te zetten en om constant beter te worden. En ja, ik neem aan dat op dit moment nog steeds gebeurt. Maar daar zie je niet het resultaat van. Je hebt het tegen mij nu? Ja. Ja, maar jij niet. Ik wil eigenlijk een beetje even inhaken. Het frappant is, Peter, geef ik aan, je hebt dan al 1,5 uur getraind. En dan ga je dus in een stuk vermoeidheid, ga je afwerken waarbij je jezelf heel veel concentratie moet opleggen. En er werd niet zacht getraind, hè, Joop? En er werd niet zacht getraind om die ballen in de hoek te... Want dat was de opdracht. Hè. Je had meestal zo'n landmeterspaal naast de doelpalen. Daar had je, weet ik veel, 0,5 meter, 75 centimeter. En daarin moest je scoren. Ja. En dan moest je dus in vermoeidheid. En dan moest je dus jezelf op jezelf een aanspraak doen. Dus in vermoeidheid op je techniek, op je coördinatie. En in die context, als we dan zien dat zo'n balletje van Boetius door Milik nog van de lijn wordt gehaald, is dat dan toevallig pech dat daar net dat spitsie staat? Ja. Of heb je hem dan slecht ingeschoten? Had hij dan, dat zegt Ruud net, die goal is 7,32 meter. Ja, in de hoek moet je hem dan gewoon die Milik, leggen. Milik heeft niet één bal goed geraakt, behalve deze. Ja. Die heeft niet één bal goed. Was meer geluk dan wijsheid. Tuurlijk was het meer geluk. Natuurlijk, maar het is niet goed ingeschoten. Nee, nee. Jawel, want Sillissen kon er niet bij. Nee, maar Milik wel. Ja. Ik denk dat Boetius blij was dat hij de bal nog kon raken. Want dat was natuurlijk op een gegeven moment uit de scrimmage. En normaal gesproken, ja, 9,900 keer hangt die bal. Waar Klaasje natuurlijk wel een punt heeft. Je kan dat gebrek aan scorend vermogen natuurlijk projecteren op Kazim. Maar het is in feite natuurlijk een breder probleem. Heeft Pierre ook wel eens aangegeven, ja, of wel eens vaak. Sowieso, en dat kan deze meneer nog veel beter beoordelen. Op een eiland staan, die term is niet voor niets uitgevonden voor spitsen. Klopt. Dat heb je wel eens als je geen goede voorzetten krijgt. En daar schort het er ook aan. En de man die achter de spits staat, in dit geval is dat aan de ene kant El Amadi, aan de andere kant zijn dat immers. Misschien staan die, dat is een stokpaardje van Joop, misschien wel te ver weg om te kunnen ondersteunen. En waarom maakt Rutte die stap dan niet? Laat immers nou een beetje Rutte wil meer in die 16 Rutte komen. Rutte wil in een middenveld spelen, althans zo verklaar ik het. Hè. Want ik heb daar nog nooit met hem over gesproken. Hè. Ik spreek hem wel eens over. Maar die wil waarschijnlijk een rolerend middenveld. Ja. En daar bedoel ik mee dat er niet per se één persoon uit het middenveld hoeft te zijn die in de spits of bij de spits komt. Kijk, El Amadi maakt tegen PSV een prachtige goal. En dat, dan heeft Rutte natuurlijk gelijk door te zeggen, nou kijk, zo wil ik het dan zien, want ik heb die steekbal van... Maar dat is toch heel zelden dat gebeurt? Ja, ik zie vorige week tegen Twente, zie ik immers weer veel dichter bij
bij Kazim spelen. En dan zie ik de immers die ik graag wil zien. Die is dan gevaarlijk, en dan die is moeilijk af te stoppen voor een tegenstander. En dan wordt het voor Kazim misschien ook wat makkelijker. Lijkt mij van wel, want dan moeten ze op twee mensen gaan letten. En nu, als ze nu Kazim uitschakelen, wat niet zo moeilijk is, dan ben je eigenlijk klaar. En is die redenering nou precies waarmee het gat gevuld wordt tussen aan de ene kant, oh, wat spelen we goed, Rutte vandaag ook weer, we hebben heel erg goed gespeeld. En het feit dat je 14 punten achter staat op een ploeg die ook niet stabiel is. Ja, die, nou, ook niet lekker. Laat ik het anders zeggen. Ik hoor iedereen zeggen dat dit seizoen Ajax het allerslechte Ajax is wat er ooit geweest is. En op dat allerslechtste Ajax ooit staat Feyenoord 8 punten achter. Ja. Ja, dat zegt nogal wat. En dan gaat Joop nu zeggen, inderdaad, maar als je in het begin van het seizoen niet zoveel verloren had, had je gelijk gestaan. Oké, ben je even goed dan het allerslechtste Ajax ook ooit? Vind ik ook niet echt een geweldige kwalificatie. Nee, maar als ik nou de wedstrijd, als je nou een beetje, de wedstrijd is weg en die, dan ga je erover nadenken. Wie speelde er bij ons nou vanmiddag heel goed? Heel goed, niet Toornstra. Nee. Niet Richards, niet Boetius, niet Immers. Ja, maar de helft. Maar de helft, hè? En Van Beek, Peep? Van Beek, kom gewoon. Ja, heel keeper. Degelijk. Je kon erop rekenen. Ik bedoel, ik begreep dat dit pas de tweede 0-0 was uit de geschiedenis. En ik was er zelf bij die eerste, dat was in 1978. Maar dat verschil tussen Feyenoord en Ajax toen, dat werd toen in de meer gespeeld. Dat was minder groot, dat was meer aan elkaar gewaagd dan nu. Want Feyenoord nogmaals, en Klaasie zei dat al. En ik kan me ook de frustratie dan bij zo'n jongen. Ik twitterde het vanmiddag nog. Ik kan me zo goed inleven hoe hij zich voelt. Want hij geeft alles. En je ziet dan toch dat het niet beloond wordt. En nogmaals, Feyenoord heeft zich niet beloond. Ja, ik heb het idee dat Jordi Klaasie gewoon te goed gaat worden voor dit Feyenoord. Als je ziet hoe ver hij is in zijn voetbal. Hè, met de bekende ogen in het achterhoofd. Hij weet al wat er achter hem gebeurt. Ja. Dus draait open en heeft gelijk de goede paas. 1 keer raken, 2 keer raken. Ja, die jongen gaat uitzien naar een club waar hij succesvol mee kan zijn. En dat zou wel eens aan het eind van het seizoen een vertrek kunnen bevorderen. Hij zei overigens wel dat hij niet nu gaat vertrekken. Nou, dat is toch ook wel een prettige gedachte. Ja. Maar die speelt bij ons nog een half jaar. Ja. En dan is hij weg. Joop. Dan moet je er ook alweer een beetje bang zijn voor volgend seizoen. Want hoe moet je hem nou vervangen? En het feit dat El Amadi zo goed functioneert, heeft toch ook te maken met het feit dat hij dat kan doen naast die Klaasie, die toch altijd wel naar voren speelt? Ja, ja, nou ja, daar is de scouting in Van Geel voor natuurlijk. Om te zorgen dat er een identieke speler komt uit de eigen opleiding vandaan. Uit de eigen opleiding vandaan hebben wij niet een speler die à la Klaasje kan voetballen. En Vilena is dat ook niet op die positie? Nee. Omdat hij niet op die positie vind kan? Ik van niet, omdat je dat kwaliteitsverschil te groot vindt? Ja. Ja. Wat dacht jij, Peter, toen je hoorde dat Davy Klaasje niet speelde bij Ajax? Klaassen. Ja, ik hou me niet zozeer met de tegenstander. Ik ga altijd van je eigen kwaliteiten uit. En natuurlijk, je kijkt naar de tegenstander naar de opstelling van je tegenstander, maar ja, in principe heb ik eigenlijk nooit echt, dat meen ik echt, natuurlijk, je kan het tactische, kun je wel wat rekening houden, maar, en het is een behoorlijke verzwakking van Ajax, heb ik begrepen, maar ja, ik denk niet dat je het daar helemaal op af kan schuiven. Fijn dat was ook, nou ja, het is al genoeg benoemd, net zoals in die thuiswedstrijd, het was in feite gewoon de veel betere partij. Onze verslaggevers zeiden, Feyenoord heeft op dit moment op elke positie een betere speler staan dan Ajax heeft. Nou, is dat zo? Is Kazim Richards beter dan Milik? Nou, Joop zei vanmiddag van wel op de radio. Dat vond ik wel opmerkelijk. Het kostte je ook een beetje moeite, geloof ik. Moet nog een beetje moeilijk door je strot, Joop. En is Wilshere beter dan Van Rijn? Ja, maar ik heb het niet over Wilshere gehad, hoor. Die vond je trouwens vandaag best wel goed spelen. Die vond ik wel goed spelen vandaag. Ja, ja, ik vond het goed spelen. Maar we hadden vorige week was er een verhaal van Ko Adriaanse over Ajax en PSV. En die zei nou, als hij wil PSV nou van Ajax hebben, dan heb je het over Ajax natuurlijk, die andere keeper en Klaassen. En dan houdt het op, want niemand van Ajax is beter dan die mensen van PSV. En wij vinden de spelers van Ajax niet zoveel beter. Ja, Van Rijn is in potentie beter dan Wilshere. Klaassen is natuurlijk zo'n goede voetballer dat hij best wel bij ons zou kunnen spelen. Dat zou ik niet vervelend, vinden. En dan houdt het een beetje op. Maar terwijl Mark Overmars dan al jarenlang bewierd wordt. Schöne. En
Martin van Geel toch een beetje in een verfrommeling zit vanwege de aankopen die hij doet. Vier keer kampioen op rij. Dat is toch logisch dat je daar iets meer bewierook voor wordt dan vier keer niet kampioen op rij? Wij hebben het geld niet om het uit te geven. En Ajax heeft het geld wel. En die wil niet hele grote bedragen uitgeven voor spelers waarvan ze niet zeker weten of die gaan slagen. Nou, en dat is... En dus halen ze voor 4 miljoen Mike van Horen. En Duarte alles in spelen. Ja. Ja. Overigens, er is wel heel wat werk te verrichten natuurlijk. Hè? Want we hebben het nu over Klaassen die dan wellicht vertrekt. We horen al heel lang over de spitspositie en noem maar op. Dus ja, er is heel wat te doen. Ja, maar dit verhaal blijft natuurlijk constant in beweging. Omdat er gaan spelers weg. Uit eigen jeugdopleiding hebben we goede spelers. Ja. Er is sprake van dat... ik begreep dat op de AD bij het nieuws stond dat Sazemt een belangstelling zou hebben voor Vilena. Dus op een gegeven moment krijg je vanzelf verschuivingen in spelersgroepen. Ga maar kijken. Vorig seizoen en hoe we nu spelen, zitten 10 anderen, 12 anderen. Het zou wel zonde zijn als en Klaasie en Vilena zouden vertrekken natuurlijk. Wat is er met Boetius aan de hand, Joop? Wist ik het maar, want dan ging ik het vertellen. Dan ging ik hem vertellen. Ja, ik vind het een beetje zonde, omdat wij hebben daar vanmiddag op de radio over gehad. Boetius die debuteert in het eerste elftal van Feyenoord tegen Ajax thuis. En dan heeft hij, ik denk 5, 6, 7 keer een rush in de lengte richting van het veld. Waar die vleugelverdediger opzoekt op snelheid. En, wat hij in het begin altijd deed. En maakte ook de gelijkmaker, geloof ik, hè, maakte hij? Of was de... Hij maakte een goal. Maar hij was niet af te stoppen. Nou is hij wel even geblesseerd geweest, maar dat verhaal zie je bijna nooit meer terug. Je ziet hem bijna altijd weer de bal afkappen en dan moet hij weer naar Almadi. Of afkappen en dan moet hij weer naar Nelom. Ik vind het heel... Dat soort jongens, ja. Als ik vleugelverdediger ben, laat ik het in het algemeen zeggen. Elke elftal wat tegen spelers moet spelen, wat in de lengte richting zijn passeeracties wil maken of op snelheid. Als je Narsing of Krishna of weet ik wat, moet je altijd op je hoede zijn. Nou, je hoeft bij hem, en dat stel ik dan in alle teleurgesteldheid samen, bij hem hoef je dat op dit moment niet, want hij maakt die acties. Wil jij zeggen, Peter? Nou, jongens als Boetius, dat heeft hij al bewezen. Het zijn momenten, jongens, die een wedstrijd kunnen beslissen. Iedereen stond er versteld van dat hij uitgerekend toen hij begon. Geweldig mensen, ze gaan er ook meer op rekenen. Maar het punt is dat je vaak van die jongens inderdaad een aantal wedstrijden dan weer helemaal niet ziet. De zogezegde 1 op 10 lopen ze. Maar de kunst is om van dat 1 op 10, 1 op 8, 1 op 7, 1 op 6, om dat steeds dichterbij te halen. Het heeft natuurlijk met leeftijd te maken, met ervaring, met geconcentreerd met je vak bezig zijn. Zou het zo kunnen zijn dat die blessure iets van zijn explosiviteit heeft weggenomen? Vraagteken. Denk jij, Joop? Ik heb geen idee. Maar natuurlijk wat Peter aangeeft, dat... Maar een mooi woord is natuurlijk dat heet doseren. Ja. Kijk, hij hoeft dat ook niet 20 keer te doen. Maar als je aan de buitenkant twee spelers hebt die dat kunnen. En die gaan 6, 7 keer. Dan heb je al 14 keer, ben je al ergens op zoek naar. En van die 14 keer lukt dat misschien maar 4 of 5 keer. Want dat zal niet altijd slagen. In feite is Manu, die nu geblesseerd is, is in feite ook zo'n momentenjongen. Hij kan dingen doen, zoals destijds na die 3-3. Toch die 4-3 maken in de Kuip. Kuip helemaal gek. Maar op dat moment doet hij dat puur op gevoel. En je hebt ook wel eens momenten, denk je, wat is die aan het doen? Ja, momentenjongens. Is het nou logisch dat Feyenoord heel snel het contract met Fred Rutte verlengt? Want Feyenoord doet ons immers geloven dat ze zo goed spelen. En dat dat heel erg vooruit gegaan is de afgelopen periode. Of is het logisch dat Feyenoord daar zo lang mogelijk mee wacht? Omdat ze nu al, na 19 wedstrijden spelen, 14 punten achter staan op de nummer 1. Nou, ik kies voor de laatste optie. Ik vind het allemaal niet zo vanzelfsprekend hoor. Als je 14 punten achter staat op de koploper, na amper 19 wedstrijden. Ja, dan kan je toch moeilijk beweren dat het allemaal zo fantastisch gaat. Kun jij nog eens uitleggen, Joop? Ja, maar ik weerspreek hem niet, maar je moet wel van een bepaalde realiteitszin uitgaan. In het begin heeft Rutte niet Vermeer
Hij heeft niet El Amadi, hij heeft niet Torenstra. Nee, maar die discussie op dat is iedere moment, keer hetzelfde, ja, oké, okay, maar op dat moment zegt Van Geel, althans, dan komt hij mee naar buiten. Feyenoord moet kampioen worden. Ja, voor de titel gaan. Ja. Ik kan hem niet citeren, ja, maar ja, voor de titel gaan. En dan heb je op dat moment helemaal geen groep voor. Maar dan zegt Rutte, dat kan al wel zo zijn, maar voor mij begint de competitie op 1 september. Ja. Nou, dat vind ik een hele rare uitspraak als de competitie in augustus begint. Maar laten we nou even daarvan uitgaan. Als de competitie op 1 september begonnen was, had je nu 7 punten achtergestaan op PSV en 7 punten achter op Ajax, met op beide ploegen een fors minder doelsaldo. Nee, op Ajax nee, want dat heb ik ook vanmiddag proberen duidelijk te maken. Heb ik nog een keer proberen. Wij spelen bij Twente uit en dan krijgen we 4 of 5 minuten voor tijd, of misschien iets eerder, een strafschop. Ja. En die gaat tevreden nemen, die missen we. Ja. Dan hebben we niet 3 punten, maar 1 punt. Dan verliezen we thuis van Willem II, nog steeds zonder El Amadi en Torenstra en Vermeer. En we verliezen van Utrecht. Ja. Zonder Vermeer. En PSV hebben dat niet. Dat zijn 8 punten. Ja. Nee, ik heb het nu even over ons. Ja. Dat zijn 8 punten. En als je 8 punten meer hebt, sta je gelijk met Ajax. Ja, geen spel tussen. En als je 14 punten meer hebt, dan word je wel heel gelukkig. Nee, want die hebben we niet kunnen halen, want daar heeft Frank weer gelijk in. Nadien hebben we niet een inhaalslag gemaakt. We hebben wel goed gespeeld, we hebben onze punten gehaald. Maar deze zei ook. Heel veel punten, maar die hebben we ook gehaald. Ja. Hey, en komt nou dat je zo goed speelt ook niet omdat je groepeert spelers blijkbaar verdedigend op het middenveld. Daar speelt Klaasje goed, daar speelt El Amadi goed, controlerend. Misschien moet je Toornstra daarbij rekenen. Maar de andere helft van je ploeg waarmee je moet aanvallen, verwaarloos je dit. Daar heb je 1 speler weggehaald. Dus dat is logisch dat je op een ander deel waar je dan meer spelers zet, beter gaat spelen. Vertekent het nou niet heel erg? Is het nou wel zo goed als men ons wil doen geloven? Nou, kijk, het verhaal waar we het nu net over hebben, hè, dat je in het begin zoveel punten hebben laten liggen. Eigenlijk speelde dat ook het vorige seizoen onder Koeman nog. We hadden dusdanig, kijk, iedereen had het op een gegeven moment, ja, we hebben onnodig punten daar weggegeven. Feyenoord had dat in het extreme, want had Feyenoord maar de helft van het aantal punten die ze weg hebben gegeven, binnenboord gehouden, dan hadden ze bij wijze van spreken kampioen geworden. Maar ja, als al, dat telt niet. Het is de realiteit. Ja, maar je moet dat niet benoemen als pech. Nee. Want dat is het niet. Nee. Want op een gegeven moment, daar hebben we het vanmiddag al over gehad. Je hebt die kansen benutten. Je hebt wel met beleid te maken. En dat beleid, dat staat onder druk van de financiële situatie. Dus wij hebben, Feyenoord is al jaren in de vijver aan het vissen van transfervrije spelers. Spelers die geld moeten kosten, daar hadden wij het geld niet voor. Bilal gekocht voor 3 miljoen. Zeg je? Je hebt Bilal gekocht voor 3 miljoen. Ja, dat is nu pas natuurlijk gebeurd. Maar ik wil alleen maar aangeven dat seizoen hiervoor hadden wij in de laatste 8 wedstrijden hebben wij pas toen heel goed gespeeld. Want toen hebben we de 7 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Mag ik één ding zeggen nog? Want Fred Rutte is natuurlijk wel een trainer. Statistisch gezien, jarenlang gebleken, zijn ploegen in de tweede helft van het seizoen gaan het minder doen. Hè? Dus ik ben benieuwd of hij met die traditie gaat breken. We gaan de overstap naar FC Dordrecht maken. Dat won van Excelsior met 1-0. Feest aan de Kromme Dijk natuurlijk. Het leek bijna of jullie kampioen waren geworden, Ernie Brands. Ja, nee, maar je kan wel begrijpen, hè. De doelstelling is handhaven, minimaal 17e worden. Ja, en als je dan met 7 punten onderaan staat, ja, dan is elke overwinning natuurlijk een geweldig resultaat. Ja, dat hebben we vandaag denk ik wel afgedwongen. We hebben er heel veel energie in gestopt, heel veel duels gespeeld, daar hadden wij moeite mee, want de druk die gaven op de bal. Ja, hij vond ons vooral kwalitatief aan de bal matig, vooral mijn betere spelers waren matig. Maar uiteindelijk, de defensieve organisatie was oké, hebben we niet zoveel weggegeven. Zonder goed te spelen hebben we 4-5 goede kansen. Met vooral Tom Veert is na een kwartier 1-1 om te keeper de grootste. Daan Bovenberg nog een hele grote kopbal. Dus ja, dat zijn van die momenten in de wedstrijd net niet waren. Het was net niet vandaag aan de bal. Is dit nu het elftal waar je de komende weken mee verder gaat? Want we zagen bijvoorbeeld deze wedstrijd dat je toch weer wat wisselingen had. Maar is dit nu een elftal waar je verder mee kan? Oh, dat weet ik nu nog niet. Daar gaan we met de staf. Gaan we maandag daarover praten weer, wat er goed ging, wat er fout ging. En dan kijken we weer naar de volgende wedstrijd. En we zullen ons eigen spel spelen. Je moet ook soms aanpassen aan de tegenstander. Zoals we vandaag ook een beetje gedaan hebben. En Bovenvenders Excelsior krijgt de complimenten, maar ze hebben 2 keer niet van jullie kunnen winnen.
Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. We hebben 4 punten gepakt. Dus ja, geweldig, geweldig voor FC Dordrecht, vind ik. Ja, dat is zonde. Over het algemeen doen we het goed. Tegen onze directe concurrenten winnen we over het algemeen. Ja, tegen Dordrecht helaas niet. Dus dat hoop ik niet dat het ons uiteindelijk op gaat breken. Dus hij kijkt nog naar beneden, Ruud? Ja, dat verbaast me. Wat me trouwens ook verbaasde is een beetje hoe Excelsior speelde gisteren. De bravoure, het lef, dat ontbrak er gewoon aan. Ik ben benieuwd waar dat dan vandaan komt. En de positie ook bijvoorbeeld van Alesic. Ja. Linksbenige Alesic op het middenveld speelde eigenlijk samen met Luigi Bruins rechtshalf. Ja, Alesic speelde alles al. Kan jij dat uitleggen, Joop, hoe dat zat? Oussar was weer fit. Ja. En dat is voor Dijkhuis is dat een basisspeler. En hij moest nu gaan kiezen tussen of hij van Michem of Gaudier zou laten spelen. En het bevreemde mij, dus ik kan het hier niet uitleggen, het bevreemde mij, omdat Oussar die heeft, ik denk 7 of 8 wedstrijden meer dan voortreffelijk gespeeld, hangend aan de linkerkant. Ja. En dan speelde hij met Bocata en met Van Weert. Ja, als je dan voor Bocata was geblesseerd, als je daar dan een andere speler voor hebt, dan zoek je hem in hetzelfde type, Gourier of Van Michem. Maar ik had Oussar, lijkt mij vooral omdat hij linksbenig is, heel goed samenspeelt met Kuipers. Is uit de opbouwen heel goed, heeft een hele goede paas, hij heeft uit de tweede lijn goed schot. Dus bevreemde mij een beetje dat hij uit de rechterkant vandaan moest spelen. Omdat je in de voortzetting van hem, en dat bleek uit de beelden, dat hij maar weinig, laten we zeggen, zijn stempel kon drukken om op het spel van Excelsior. 5 wijzigingen weer bij Dordrecht, Peter. Wat doet dat in een ploeg als je elke week maar weer een aantal nieuwe spelers brengt? Ja, voor de jongens die daar natuurlijk spelen, die er dan weer wel in staan, weer niet in staan. Ja, dan kan het aan je zelfvertrouwen gaan vreten. Nu is dit wellicht voor de toekomst, hè, de nabije toekomst, is dat een enorme boost voor Dordrecht. Want overwinningen nog niet gebeurd. Ja, maar dan zegt hij, Brands, van maar hoe dat volgende week is, weet ik weer niet. Je moet een beetje aanpassen aan de tegenstander en... Hoe ga je daar ook als speler mee om? Hè? De ene die gaat er wat makkelijker mee om. Ik zie het wel. Maar de ander, en dat hoor je ook hoor. Je hoort de P erin te hebben als je niet speelt. Ja, ik zou er niet blij mee zijn. Je wil spelen. Ja. En dat brengt bij waarschijnlijk ook een aantal spelers. Ja, het werkt tegen het vertrouwen in. Ja, maar bedoel, ga je van de basis naar de tribune en andersom. Zo'n Alesic, nu gebruik ik de naam wel goed. Als je maar lang genoeg doorgaat. Die staat er ineens. Van Delen, die staat er ineens. En andere spelers zitten ineens weer op de tribune, niet eens op de bank. Nee. Dat lijkt me, Maar Dordrecht heeft veel spelers in die groep. Hè? En ik denk dat die wel 2 of 3 of 24 spelers hebben. Ja. Dan hebben ze ook nog een 2-0 al. Ja, je moet mentaal heel sterk zijn. En er nog 1 gehuurd van AZ. Dan werd hier afgelopen vrijdag het besloten trainen een beetje belachelijk gemaakt. Maar zowel Annie Brands, die besloten trainen, als Pastoor, die dat ook deed, die wonnen. Ja, en soms dus trainen ze besloten. Wel. Ja. En soms verliezen ze ook. Oh ja, dat heb je ook wel eens. Ja, precies. Zullen we die overstap naar Sparta even maken? 2 dingen vooraf. Werd een nieuwe business lounge? Door de burgemeester. En dat vind ik dan toch wel mooi. Hè? Het kasteel is van binnen verbouwd. Prachtige nieuwe business lounge. Bij ingebracht geld door sponsors. En de burgemeester was er. Zat niet te kijken naar Ajax Feyenoord om 12:30. Maar keek naar Sparta Jong Ajax. En was daar om het lintje door te knippen. En het ziet er goed uit. Prachtig. En een minuut stilte voor Noel Heijerman. Die hebben jullie allebei gekend. Ja, hè? Ja, ik heb hem als klein jongetje heb ik hem nog zien spelen. Want hij heeft geloof ik van 1967 tot 74. Ruud, zeg ik het goed, bij Sparta gespeeld. En als jongetje ging ik de ene week naar Feyenoord kijken en de andere week naar Sparta. En heb hem vooral op die rechte buitenpositie, hè, want hij werd de Beatle genoemd, hè, vanwege zijn haar. Toch wel van een genoten. Ik kan me goed herinneren, tegenwoordig heet het allemaal Zwalben. Hij werd toen vaak aangemerkt als de Pinanti versierde. Want hij wilde nog wel eens onderuit gaan in de strafschop. Misschien weet Joop zich dat nog wel te herinneren. Maar het was een hele, toch een hele aparte, goede speler. Icoon van Sparta eigenlijk. Ja, absoluut. En ik schrok wel toen ik dat hoorde, want ik wist ook helemaal niet dat hij ziek was. En stond wel even aan te kijken. Dan gaan we naar de wedstrijd jongens Sparta tegen Jong Ajax. Werd uiteindelijk 6-0. Na afloop Thomas Verhaar over wat er tussen al die goede dingen toch nog beter had gekund. Afgezien van de enige kans die zij in de laatste minuut kregen, is denk ik de enige smet dat wij wel
te veel mogelijkheden om een doelpunt te maken hebben laten liggen vandaag. Nou, we hebben 25 doelpogingen vandaag ondernomen. Daarvan gingen er 6 in. We hebben eigenlijk nog meer doelpogingen ondernomen. Niet alles was meegeteld. Ja, dat geeft wel aan dat we aanvallende intenties hadden. Ja, het kan er niet zo zijn dat je 50% conversie hebt, want dan wordt het gewoon 12-0 of zo. Dus ja, ik denk niet dat er sprake hoeft te zijn van verwijten. Wat vond je de mooiste van de 6 goals vandaag? Ik denk de derde van Doggy. Waarom noem je jezelf niet? Mooie vrije trap in de kruising? Ja, dat was een aardige vrije trap. Maar die goal van Doan, dat was denk ik de eerste echt goed uitgespeelde kans. En dat vind ik toch altijd veel mooier dan een standaard situatie. We doen heel veel aanvallende dingen. Ik bedoel, dat vind ik leuk om naar te kijken. En het is ook heel leuk om te doen. Nou, als je dan de laatste 12 minuten brengen we van de stoep in. Een jongen met potentie, maar niet alleen dat. We gaan een soort van 3-2-5 spelen. Ja, dat betekent dat je... Dat je alleen maar aanvallende intenties hebt. Nou, ik hoop dat die ploeg dat houdt. Die ken jij ook weer, hè? Die van de stoep. Nou, deze van de stoep ken ik. Oh, nee, Henk van de stoep. Van de stoep. Ja, heeft de Willem van Hanegem trofee gewonnen, ja. Hè? Ja, is die er toch in voorgekomen. Goeie kerel, hè? Dat is mijn leider nog geweest, meneer Henk van de Stoep. Mooi, fantastische event. Ja. Aanstaande dinsdag in Sparta TV gaan we hier natuurlijk veel uitgebreider op in. Voor nu even de conclusie. Sparta ook bovenaan in de derde periode. Ja, maar die is pas kort onderweg, hoor. Ik bedoel, Sparta staat op de zesde plaats. Dus die play-offs gaan ze sowieso wel halen. Alleen het is voor Sparta de wens bij de eerste 5 te eindigen. Want dan mag je een rondje overslaan. En daar komen ze nog. Nou, als ik even kijk. Ja, 3 puntjes voor tekort op dit moment. Maar ze hebben nog een aantal potjes te gaan. Nu 6, hè? Ja, belangrijk weekje, Ruud. Want we gaan naar een beslissing toe over die vernieuwbouw van de Kuip. Ja, nog wat en ik ben erg benieuwd. Nou ja, het feit dat ik niks hoor beangstigt me een beetje. Burgemeester hield zich vanmiddag ook op de vlakte bij jou. Ja, ik heb burgemeester Aboutaleb gesproken. Ja, die zegt logischerwijs dat de gemeente nog lang niet aan zet is. Eerst moet Feyenoord een ei leggen. Ja, en wordt dat ei bam of wordt dat het ei bam niet? En ik ben geneigd te zeggen bam niet. Want deze week wordt een week van sowieso verliezers. Want stel dat Feyenoord kiest om wel met bam in zee te gaan. Dan moeten er mensen binnen Feyenoord aan de slag met een plan wat ze niet willen. En stel dat BAM het niet wordt, dan begint het hele proces weer opnieuw. Dus er is sowieso altijd sprake van verliezers. Heel kort nog even, is er nog iets te verwachten in de laatste week transferwindow, wat jou betreft? Nou, niet dat ik weet. En ik hoop dat ik weet dat Feyenoord supporters hopen op een spits. Maar ik zou zeggen tegen Martin van Geel, je bent toch uitgespeeld voor dit seizoen voor wat betreft kampioenschap. Hou die centen in je zak en zet vol in op volgend seizoen. Morgen Sportclub Rijnmond om 5:30. Ben ik er ook weer, hoor. Maar Rob Jacobs is er dan? Rob Jacobs heeft zijn rentree gemaakt als hoofdtrainer in het amateurvoetbal bij Neptunus tegen Drechtstreek. Altijd lastig. En daar zenden we morgen een mooie reportage over uit. We waren ook voor een mooie reportage bij de derby door het Excelsior. Natuurlijk bij de klassieker. En bij het EK Shorttrack, kortom, je komt aan je trekken. En hebben we dinsdag Sparta TV en woensdag op de radio ook inschakelen. Want dan gaat Excelsior naar Kerkrade voor die hele belangrijke bekerwedstrijd tegen Rode JC. Joop van Dalen, fijne man. Ik vond het heel goed dat je er was. Okay. Peter, we zien je gauw weer. Ruud van Os, dank je wel. Maar ja, een wereldkampioen, een landskampioen, een chefsport. Maar het gaat allemaal om jou. Je was een fantastisch publiek. Dag. Ik hoef niet persoonlijk mensen aan te gaan wijzen. Je verliest als team en we hebben vandaag als team hebben we gefaald. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Classy Girls. Kleding voor meisjes met stijl.